Hallo, goedemorgen. Voor mij is het eigenlijk geen morgens meer. Wij zitten in tussentijd, het is nu net 2 uur. We zitten intussen al een beetje verder in onze dag. Het is vandaag een hele warme dag. Maar we kunnen ons wel goed bezighouden. We drinken heel veel water, drinken heel veel koude groene thee. En wel hier eigenlijk. Jeno heeft hier echt, ik zit momenteel op Jeno zijn bureau en dit is echt het koudste plekje in heel ons huis volgens mij. Echt zalig om hier te zitten. Maar ik denk dat het ook is, want hier eigenlijk bijna nooit zon zit. Heel misschien heel vroeg 's ochtends, maar dan is de zon nog altijd niet heel erg warm. Dus ja. En ik zit hier eigenlijk omdat ik een beetje nog aan het werken ben op onze computer. Alle vlogjes moesten ingepland worden, want anders kwam er morgen geen vlogje meer online. Maar dat heb ik dus net eventjes aangepast. En morgen komt er een vlogje online, net als elke dag om 7 uur 's ochtends. We doen het intussen tijd al even kijken. Ik zie nu niet direct een nummertje hier. Ik ben aan het uploaden. Al denk ik aan 1300 dagen of zo bijna, of 1290 dagen. In ieder geval toch al wel een tijdje. En we doen het nog echt altijd heel erg graag. En we krijgen ook zoveel appreciatie van jullie terug. Heel vaak ook eigenlijk reacties op Instagram en zo van ja, toffe vlog. En vind ik echt heel erg fijn. Ook al heeft eigenlijk YouTube zelf wel de keuze gemaakt om dus de reacties uit te zetten bij ons kanaal. Toch weten jullie ons te vinden op TikTok of Instagram. En dat vinden we echt wel heel erg fijn. Dus dankjewel daarvoor. Trouwens ook nog wel iets. Misschien als je nog altijd niet geabonneerd bent op ons YouTube kanaal. Doe dat eventjes. Abonneren is gratis. En dat zorgt er voor ons voor dat wij dus een grotere community krijgen. En dat wij ook beter weten wie onze volgers zijn. En aangezien het voor jou echt eigenlijk een super kleine moeite is. En voor ons echt heel erg leuk is. En heel erg fijn om gewoon te weten wie onze community is. Dus doe dat eventjes. Het is echt super gemakkelijk gedaan en het is gratis, dus why not? We zijn vandaag trouwens geopend, en niet wij, maar ons koffie en steletje is vandaag geopend. En ik heb mega slecht geslapen trouwens. Ik ben heel vroeg opgestaan vanmorgen. Ik denk dat je het trouwens ook ziet, zie je niet? Ik heb keihard wallen. ik heb echt dus heel slecht geslapen. We zijn heel vroeg moeten opstaan, want het was echt al heel erg vroeg. Heel erg druk hier bij Geotiel's Koffie en ons theeasje. Waarschijnlijk zal dat zijn, omdat dus in de namiddag het gewoon snikheet is. Want nu is het buiten bijna 40 graden. Het is echt gewoon te warm. De meeste mensen komen dan zelfs niet meer buiten. Of zitten ergens aan zee, of in een zwembadje. Of gewoon op vakantie. Ik kan ook momenteel natuurlijk, want het is nog altijd vakantieperiode. Maar in ieder geval dus al vanaf 8 uur 's ochtends. Was het hier eventjes alle hens aan dek, eventjes volle bak. Maar het is allemaal goed gekomen, daar ben ik wel heel blij mee. En nu dat het een beetje rustiger is, hebben we nu nog maar eigenlijk 2 tafeltjes buiten zitten. Nu dat het een beetje rustiger is, kan ik ook een beetje bijwerken en de vlogjes doen voor jullie. GOT, ons koffie- en theehuisje is klaar. Mondkapje mag af. Na 10 uur werken, 10 uur en half. En ja, dan ook nog een uurtje voorbereiding, maar toen hadden we nog niet de mondmasker aan. Het is zwaar, maar oké, het moet en het is goed voor... Voor waar is het eigenlijk goed? Voor de gezondheid, hè? Ja, belangrijk. Ik sta op mijn terras. Er zitten nog een paar mensen die nog zijn nagebleven. We kregen ze maar niet van ons terras. Ze bleven maar doorzagen. Wilt je een TikTok maken met ons? Oh, nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ze hebben het gevraagd van, zie je dat zitten om met ons een TikTok te maken? Ik heb gezegd ja. En ik heb zelf een ideetje aangevoerd waarin dat ze mij met water gaan overgieten. Het gebruik van een geluid. Ja, doe er maar veel water in. En goed, dus dat gaat er gebeuren. Ik ga daarvoor wel even mijn schoenen uit doen, want anders zijn die helemaal kapot misschien. En de rest, ja, dat mag al eens nat worden. Dat kan wel geen kwaad. En dan gaan we dat opnemen, hè. Het is wel maar one take, hè. Ja. Maar dat gaat lukken. Jij moet wanneer, hè. Letterlijk okay. Door. Ik moet alleen filmen. En jij gaat gieten. Ja, alright. Wist jij dat er in België een plek is waar je door het water kan fietsen? Ja, echt. Ja, letterlijk. Oh my god. Als je het nu niet wist en reageert op dit kan doen. Hier staat het dan, hè? Ik moet zeggen, het doet deugd. Het is vandaag 35 graden of zoiets, dus het doet echt deugd. Ja. Okay. En het grappige is dus, dat komt op haar TikTok-account. Ja? Het heet Alien Mommy. Ja. En daar kan je het zien.
Ja. Dan kan je mij zien nat worden. Ja, sta hier. Ik hoop nu wel dat het een succes wordt. Ja, ja. Anders zou het wel zonde zijn. Ja. Dat je heel een emmer water over mij hebt gekregen, eigenlijk gewoon voor niets. Ja. En anders, het maakt niet uit. Het was toch wel een verfrissende douche. Ja, plezier. Oké, ja. Amai. Een half uurtje later zit Jeno hier helemaal terug opgedroogd aan tafel. Dat is echt waar, ik ben helemaal droog geworden. Het is ook mega warm natuurlijk, het gaat heel snel vandaag. En ik heb intussen ook nog even snel een groentetaart gemaakt met lekker verse tomaatjes van het Lil. Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een pizza, maar het is dus geen pizza, het is dus een groentetaart. Het is dus een bladerdeeg in plaats van pizzadeeg. En heel veel tomaatjes, ook nog wat feta kaas erbij. En zo kunnen we lekker eten, hè. Het ziet er goed uit. Ja, dank je. Ja. Het is alweer 10:30 s'avonds. Het is weer al bedjestijd. Maar eerst nog een paar dingetjes in de kast leggen. Want ik had hier daarnet ook even ook nog de was aan het opvouwen geweest. En die dingetjes moet ik allemaal eerst even nog in de kast leggen. Voordat ik in een bedje kan springen. Zalig. We hebben echt een hele toffe dag gehad vandaag. Het is hier binnen nu ook al weer ietsje pietje frisser. Het is hier nu 32,2 graden. Dat is eigenlijk best wel fris. Daar straks was het hier denk ik 35 of 36 graden. 35,8 of zoiets. Dus dat was best wel warm. Dus het is hier echt wel aan het afkoelen. Dus ik ben echt wel blij. En vannacht slapen met onze ramen open. Dus de muggen kunnen binnen. Maar ook de frisse lucht kan binnen. Maar ik heb zo een muggen... tablet dingetje, zoiets. Ik weet niet hoe dat zo, ja, zo voor dat zo'n muggentabletjes in kunnen. Dat helpt echt kei goed. Dus ik steek er dadelijk zo eentje in. En dan kunnen de muggen mij niet meer komen opeten. Ziezo, ik ga deze vlog ook afsluiten. En wij zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe vlog. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.